Hoe gaat het met je? Ben jij iemand die al wel eens last heeft van een brain cloud? Of hoe kan ik dat vertalen? Hersenmist? Ken je die gewaarwording? Dat het lijkt of dat je hoofd volgepropt zit met watten. Soms ook op momenten dat je het je niet kan permitteren. We leven natuurlijk met z'n allen in een wereld waarin er veel van ons wordt verwacht. En je je haast nooit zonder prestatiedruk voelt. En dat op zich is een jammerlijk gegeven. Een aantal van mijn vorige opnames gingen daarover. Maar met deze opname zou ik me graag richten tot die mensen die best wel regelmatig last hebben van een brain cloud. En meer specifiek tot diegenen die het hebben van zulke propwatten in het hoofd beangstigend vinden. Omdat ze zich op dat moment niet opgewassen voelen tot de taken die hen wachten. Mijn eigen brain clouds sloegen toe plots op momenten van stress of drukte of soms geheel onverwacht. En waren van die mate dat ik moeite had om de eenvoudigste taken en bezigheden tot een goed eind te brengen. Daardoor ontwikkelde ik spanning, angst en zelfs schaamte. In de volgende oefening gaan we samenwerken aan die ongemakken die brain clouds veroorzaken. Ik kreeg deze oefening zelf via een hypnotherapeut uit Leuven. Lang geleden en nu geef ik het door aan jou. Oké. Ga voor deze oefening rustig rechtop zitten. Op een comfortabele stoel of sofa of gewoon de bank. Zorg dat je voeten plat op de grond staan. Wat je zometeen een gevoel van aarding kan geven. Vouw je handen in je schoot. Sluit je ogen. En probeer een gevoel van ontspanning en welbehagen. Doe niet te veel je best. Concentreer je op mijn stem. En laat al het andere los. Voel nu hoe jij daar zit. Zijn je schouders gespannen? Of misschien je gelaat? Ontspan bewust je hele lichaam. Ik ga hier echt geen konijn uit de mouw toveren. Alles is heel ongedwongen, veilig en rustig. Luister even naar de geluiden rondom jou. Bijvoorbeeld voorbijrijdende auto's of een tikkende klok of mijn stem. En zo verder. Luister een tijdje naar een bepaald geluid en luister dan weer naar een ander en ga zo een tijdje door.
Laat nu die geluiden gerust voor wat ze zijn. En breng je aandacht naar het geluid van je eigen ademhaling. Wat hoorbaar is als een zacht geruis. In je keel of in je neus. Bij elke uitademing wordt jouw ontspanning dieper en dieper. Voel het contact met je zitvlak en de stoel of de sofa. Voel je gevouwen handen bewegen in je schoot. Voel je oogleden zwaarder en zwaarder worden. Laat dat echt gewoon toe. Bij elke ademhaling ontspan je dieper en dieper. En dat mag. Kan je het zodanig stilmaken in jezelf, dat je je eigen hartslag kan horen. Subtiel is het hoorbaar, als je wat rust binnenin hebt kunnen vinden. Stel je nu levendig voor. Het is een prachtige lentedag. De zon schijnt. Bloemen in alle geuren en kleuren. En je besluit om erop uit te gaan. Je wil de lente opsnuiven. Met je stapschoenen aan besluit je de bossen en de velden tegemoet te gaan. Je hebt er zin in. En stapt flink door. Onderweg ontmoet je vriendelijke wandelaars. En overal om je heen kan je weer leven zien, horen, ruiken, voelen. Wat een goed idee, denk je bij jezelf nu, om vandaag te gaan stappen. Je geeft al je zintuigen de kost. Hoe fijn. Op een bepaald punt, een splitsing, besluit je van het gebruikelijke pad af te wijken en wat meer avontuur op te zoeken. Het pad zelf wordt wat minder toegankelijk, is wat meer dichtgegroeid en het wordt wat drassiger. Je stapt door. Maar je komt alsmaar minder mensen tegen. Een groep wolken drijven voor de zon. En ze worden steeds donkerder. Hier en daar valt er al een regendruppel. Je merkt ook dat het landschap op dit pad glooiender wordt. Het lijkt erop dat je in een dal terechtkomt. Je begint je stilletjes af te vragen waarom je van het pad afweek. Een mistbank komt opzetten. En je ziet zelfs geen hand voor ogen meer. En je komt voor de keuze te staan. Terugkeren of verder gaan. Het behagelijke gevoel van daarnet heeft plaatsgemaakt voor een miezeligheid en een onzekerheid in jou. Het zint je niet meer.
toch besluit je door te stappen. Dapper en met dezelfde moed als waarmee je de lange wandeling begon. Je zegt tegen jezelf: we zien wel hoe het loopt en ik zie wel waar ik terechtkom. Ik geef deze keer niet op. Na een tijdje, inderdaad, begin je weer te klimmen bergop. Het kost zweet, maar je doet het toch maar. Nog even verderop wordt het zicht weer beter, helderder, en ja, zelfs de zon komt weer piepen tussen de wolken. Je kijkt achterom en merkt dat je eigenlijk gewoon maar door een dal bent gelopen met een plaatselijke mistbank. De zon straalt weer haar licht en warmte op je gezicht. En ja, daar in de verte zie je zelfs een gezin hun hond uitlaten. Je voelt je opgelucht dat het uiteindelijk dit maar was. En voelt je trots dat je hebt doorgezet terwijl de omstandigheden er niet naar waren. Dit is een ervaring en eigenlijk een overwinning op jezelf, waaraan je nog zult terugdenken als het nodig is. Oké, we gaan deze korte oefening hier langzaam afronden. Mag ik je vragen om je aandacht terug naar het hier en het nu te laten terugkeren? Je hoort weer de geluiden rondom je, dicht bij je, en beweegt langzaam je tenen, voeten, vingers, handen en armen, alsof je ontwaakt uit een slaap. Als jij er klaar voor bent, mag je je ogen openen. Oké. Nog even meegeven dat deze eenvoudige oefening, die eigenlijk symbolisch spreekt tot het onderbewuste. Het is een oefening tegen angst en weerstand bij een brain cloud. Deze oefening werkt het beste als je ze regelmatig herhaalt. Mij helpt deze oefening zelfs af van paniekaanvallen, lang geleden. En tot slot, iedereen is altijd welkom op mijn volledig gratis kanaal voor innerlijke rust en vrede. Op YouTube, @kindakind. Een kanaal dat nog volledig in ontwikkeling is. Mijn werk is nog lang niet af, maar ik doe dit voor jullie. Voor wiens leven, net als het mijne, bepaald niet van een leien dakje liep.